Welkom bij een nieuwe ASMR video. Een beetje ongewoon voor mij, want normaal is dat in het Engels. Maar na veel geklaag en na veel gesmeek, hier toch een video. Nee, helemaal super joh, maakt niet uit. We gaan vandaag dus een Nederlands ASMR video doen. Een keer geen roleplay, dat klopt. Dat doen we lekker niet. Vandaag gaan we gewoon lekker allemaal verschillende triggers doen. En hopelijk krijg je ASMR'tje ervan. Dus vandaag heb ik verschillende objecten. Niet zo bijzonder hoor. Ik heb een kartonnen doosje. Van de camera. Lens. Zakjes thee. Trouwens de beste Engelse thee. Yorkshire tea. Taylor's of Harrogate. Yorkshire tea. Orange Piku. A rich and refreshing classic black tea. En we hebben ook nog een Xbox One controller. Ook hebben we nog een boek. Me Before You. Goed boek. Drama, romantiek, normaal ben ik er niet zo van. Maar moet zeggen, toch wel een goeie. Dubbeltjes plastic. En klok. Geen idee. Gaan de klok. Handen. Natuurlijk ook. Een camera. Kussen hier beneden. Goeie triggers. Dus we beginnen vandaag gewoon lekker met het meest simpele. Gewoon de cameratas.
als jullie in de toekomst nog meer video's in het Nederlands willen hebben, dan moeten jullie dat altijd gaan aangeven. En dat doen jullie. Dus dat is goed. Als jullie nog ideeën hebben voor video's, dan moet je die altijd gewoon laten weten. Want daar is gewoon niks mis mee. Gewoon lekker doen, hè? Deze vind ik persoonlijk altijd wel fijn. Geluid van textiel. Of je deken, weet je. En ik krijg best wel vaak de vraag, vooral van Nederlanders, van waarom doe je dit eigenlijk? Dat is een goede vraag. Ik denk ongeveer. Zeker 5 jaar. Als het niet 6 is. Kom ik een video tegen. Dat was de eerste ASMR video ik zeg maar zag. En vanaf toen ben ik gaan kijken en er werd steeds meer. Op een gegeven moment dacht ik, je ook gaat zelf eens een keer proberen. Gewoon een leuke, ja, niks speciaals. En dat groeide uit dus tot dit een beetje eigenlijk. En als ik zo denk, klinkt dit natuurlijk wel, what the fuck, weet je, zo'n kanaal. Natuurlijk, kan je begrijpen, is ook wel zo. Ik weet dat mijn oom ook zei van, what the fuck is dit nou? Die kwamen erachter, heel de familie weet het. Eens kijken allemaal van, oké, doe wat je wil. Maar het is wel, ja. Op zich vaag. Dat weet ik zelf ook wel. Maar dat is natuurlijk wel grappig. Dus mensen om je heen vinden het altijd wel grappig. Bij het begin denken ze van oké, maar dan zeggen ze van oké. Ik zal ook met mijn vrienden, met mijn maten. Ik zit ook eerst aan. En nu zit ook van kijk man. Het is allemaal een beetje. Het is allemaal een beetje onveiligheid. I guess, I don't know. Het is iets. Wat je normaal natuurlijk nooit 1, 2, 3 iemand ziet doen. Zo'n kanaal. Het is iets anders dan een game kanaal of zo. Maar ja. Lekker boeien. Laat ze ook niet van. Ik doe het ook alleen omdat ik het gewoon geinig vind.
Goed boek trouwens. Me Before You bij Jojo Moya. Engelse thee uit Yorkshire. Ja, ik doe van een Française gekregen, een Franse vriendin toen die tijd. Het is echt de lekkerste thee. Het is gewoon Engelse thee. Het is echt beter dan Pickwick. Wat je doet is, je pakt gewoon de beste beker. Je vult het. En je zorgt dat het kookt, en zodra het kookt. Doe je het in. Doe je het gewoon in je kopje en in je kopje. Of kop, of weet ik wat je het erin. Maakt niet uit. Als je, als je het water erin hebt, pleur je een van deze dingen erin voor 4 à 5 minuten. En dan na 4 à 5 minuten haal je het eruit. Dan heb je heerlijk thee. Dan doe je met suikers en neus bij of een beetje melk. En je hebt je lekkere Yorkshire tea. Echt een recommendation. En dan nu nog de laatste. Ja, ja. Tof nog één.
En dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie nu blij zijn. Nee, heel prima. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ook om gewoon Nederlandse video's te doen. Dat is helemaal prima. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. For English people, I hope you liked it. Make sure you like and subscribe. Wees zeker dat je abonneert en liked. En ik zie jullie in de volgende video. Tot dan. En ik vond het hartstikke leuk om te doen. En kom met je ideeën. Hoi hoi.